Hoi iedereen, dit is mijn eindresultaat. Hi. ja, het is echt zwart. misschien zie je nou de blauwe glans ook wel. Maar ik vind het echt super eng, want het is zwart. En ik heb dit gevoel dat ik een pruik op heb. Maar kijk. Nee, echt waar. Ik heb altijd het gevoel dat ik een pruik op heb, maar dat is niet zo. Jezus, dit is echt heel raar. Ik vind het echt heel raar. Ik had gisteren een filmpje gemaakt van de Glossy Box, maar ik denk niet dat ik die ga uploaden. Ik kan wel even kijken of ik die al geüpload heb. Volgens mij niet. Maar daarin vertel ik dus geen goed voornemen. En dat is niet goed, want dat had ik beloofd om dat te vertellen. Maar nu heb ik voor jullie een shoplogje. Nou ja, shoplogje. Ik ben gisteren eventjes naar Eindhoven geweest met Syria. Want we moesten een cadeautje hebben voor een verjaardag voor vandaag. We wou ook heel graag bubble tea. Dus toen hebben we bubble tea. Zo hadden we besloten om naar Eindhoven te gaan. Jee. Dan hadden we bubble tea gehaald. Ik had een large en Sri had ook een large. En we hadden kiwi green tea met mango popping. Toen ben ik even naar Xenos geweest. Toen ben ik naar de H&M geweest, maar ik had niet veel geld. Dus toen heb ik overgeboekt op mijn andere rekening toen ik thuis was. Gisteravond toen ik thuis was. Nee, gisteravond ging ik kijken op de site. Maar ja, op de site kon ik hem niet vinden van de H&M. Die hele leuke trui. Dus misschien dat mama hem vandaag gaat halen omdat ik vandaag terug naar Eindhoven moet. Ik heb vandaag reunie. Maar ja. Toen ben ik even naar Xenos geweest. Daar ging ik kaarsen kopen. Ik was eigenlijk op zoek naar een paraplu. Maar die waren veel te duur overal, vond ik. Ik ben niet zo van het geld. Dat weet je misschien ook wel. En ik had echt in mijn hoofd dat de paraplu 2 euro zou zijn. Bij de Xenos waren ze ongeveer 5 euro. Ja, misschien dat ik die toch voor 3 euro moet halen. Maar die waren echt niet leuk. Dus bij de H&M had ik wel heel leuk gezien. Maar die waren ook heel duur. Dus ja. Toen zag ik bij de Xenos. Maar ja, daar hadden we dus kaarsjes. En dat was dan een actie. Normaal kosten die kaarsjes 3 euro of zo. Of 2,95. Twee legjes. En nu twee voor... twee zakken voor 5 euro. Ik heb 100 theelichtjes gekocht met 4 branduren. Het zijn gewoon heel simpel, want die waren bij ons op. En zoals jullie weten ben ik dan met die geurkaarsen bezig. En dat lontje is klein. Dus weg. Dus dan leg ik er kaarsje in. Zonder dat ijzertje. Nou ja. Deze dus. En ik had nog 50 kaarsjes gekocht met 6 branduren. Dus ja. Maar ja, dat is allemaal dus voor die geurkaarsen. Dan leg ik die daarin en dan brandt die toch nog. En dat is leuk. Jee. ja. Sorry dat ik nou zoveel op Sansus heb. Ik weet niet hoe het komt. Dan heb ik een bobbel gekocht. En ik wou al heel lang een bobbel. Kijk, bobbel zat hierin. De bobbel. En heel veel mensen gaan lachen als ik vraag of iemand een bobbel heeft. Want het klinkt ook echt heel eng. Maar ik vond het echt niet leuk. Nick? Nee. Pippin? Nee, ik vond het niet leuk. Maar ja, nou ben ik blij, want nu heb ik wel een bobbel. Deze heb ik bij een winkeltje gekocht. Ik weet even niet hoe het heet. Het was een fair trade winkeltje, zeg maar. Net zoiets als de Wereldwinkel. En volgens mij heet het Woo of zoiets. W-O-O-H. En dit is dus een bobbel. En er zit dus al een filter in. Maar je kan dus... Die moet je dus na een tijd moet je die verversen. Kijk, 300 waterflessen. Ze adviseren om die... Kijken.
om de 2 maanden te vervangen. Er kan 1 liter in volgens mij. Maar, dus dan doe je hier gewoon water in. Wacht. Ik had dus voor de rode filter gekozen. Ik koop misschien de volgende keer een roze of een blauw of zo. Kijk, maar je ziet hier allemaal zwart tussen zitten. Dus ja, ik heb een rode gekozen. En dit is gewoon het dingetje. Dit is de bobbel. En ik vind hem leuk. Me likes. Deze was 10 euro. En ja, bobbels zijn leuk. Want hij filtert dus het water, zodat je echt gewoon... ja. Weet ik niet precies. Before use, fill bubble with water. Gently squeeze. Ja, je zet gewoon wat het doet. Maar ik vind het wel heel interessant. Dit is ook gemaakt van... Dit is gerecycled van gewone flesjes. Hij filtert dus en... Ja, ik ben gewoon benieuwd hoe die werkt. Ja, ik weet al hoe die werkt natuurlijk. Het is gewoon water erin en dan zo. Drinken. Maar ik vind hem leuk. Ik hou van bobbel. Dus ja, dat vind ik leuk. Ik weet trouwens niet wanneer ik dit filmpje wil uploaden, want ja. Ik heb nog een hoop te uploaden, maar ik denk dat deze vandaag nog ga uploaden. Het is vandaag zaterdag. En ja, sorry, was even weg. mijn goed voornemen voor dit filmpje is een duidelijk spaarplan maken. Ik ben nu weer aan het overboeken gegaan. En zodra ik mijn geld krijg voor de maand januari, zeg maar. Ik ben in januari jarig, dus in januari ga ik waarschijnlijk niet veel uitgeven. Hoop ik. Maar ik wil echt gewoon... Ik krijg de 20e meestal mijn geld. En het is nu de 15e. Dus dat zal ongeveer donderdag zijn. Ja, rond de 20e krijg ik al mijn geld. Dus ja, ik denk zelf nou eens iets heb van... ik boek gelijk al geld terug over. Ik moet naar mijn ouders moet ik ook 57 overboeken. Want die betalen tot... Of ja, die betalen meestal mijn telefoonrekening. Dus, ja. dat was een deel. Maar dat spaarplan houdt dus in, zeg maar, dat ik... hun betalen dus mijn telefoonrekening. Maar ja, het internet betaalt dus zelf. Sorry, ik heb echt heel veel absences. Ik baal nu echt heel erg dat ik... geen bewerkingsprogramma heb. Maar ja. Dit is dus nog een goed voornemen. Een duidelijk spaarplan maken. Iedere maand. Dus zeg maar een paar dagen van tevoren. Voordat ik mijn nieuwe dingen binnenkrijg. Maak een spaarplan voor de volgende maand. Net als ik ga nou al proberen te beginnen voor januari. Ja, misschien ook niet. Het ligt er een beetje aan. Want gaat dus automatisch 50 euro naar mijn... spaarrekening toe. En mijn spaarrekening die wordt echt ook maar leger en leger. Omdat ik gewoon te veel ga uitgeven. Maar die wil ik gewoon... Ik wil gewoon echt sparen. Want ik wil een doel hebben. En ja, dit filmpje gaat ontzettend lang duren. Ook door mijn absences. Maar ik hoop dat jullie een beetje snappen wat ik bedoel met mijn spaarplan. Want jullie merken ook vanzelf bij mijn filmpjes dat ik gewoon te veel shoplogs maak en zo. En ik shop maar en ik shop maar. En ik ken eigenlijk geen rem. Dus... Ja, dat is mijn goed voornemen. Dus ik heb nu 2 goede voornemens. En ja. Ik spreek jullie later. Doei!